aansluiting van het bedrijfsleven en het onderwijs is een volle gang. En daar hoort natuurlijk de logistieke opleiding ook bij. Ik denk ook dat het belangrijk is dat wij onze onderwijsinstituten klaarmaken voor de toekomst. En wij zijn natuurlijk een internationale regio. Alles draait hier om verbindingen. En dan is het natuurlijk belangrijk dat ook het onderwijs erop inspeelt. We brengen de bedrijfsprocessen van een aantal branches goed in kaart. En ze passen daar het onderwijs op aan. Bijvoorbeeld bij de medical devices gebeurt er heel veel in Engels. Nou, dus dat betekent dat je ook specifieke medische terminologie moet inbouwen in je opleidingstraject. In de industrie waar wij in zitten, waar zitten in hoogwaardige medische producten, is het heel belangrijk dat mensen bijvoorbeeld accuraat werken, kwaliteitsbewust zijn. Accuraat, precies in wat ze doen. En dat vraagt ook een bepaalde mentaliteit. Het is belangrijk om die goede mensen uit de arbeidsmarkt te halen, maar ook die mensen een perspectief te kunnen bieden richting toekomst. Op logistiek gebied zijn er allerlei modaliteiten. Over de weg, over het spoor, over het water, via de lucht. Maar je hebt natuurlijk ook barge terminals, rail terminals, etc. Het is een heel complex geheel en logistiek is al veel meer dan van A naar B rijden. Het is bijna wiskunde en daar heb je natuurlijk ook, de studenten moeten het op kunnen inspelen. Gecommitteerd aan het project heeft zich de Open Universiteit. Zij zouden een heel goede behoefteinventarisatie kunnen doen. Daarnaast hebben zich de medische devicesbedrijven achter het project geschaard. Gemmelot Campus, de Waalhavengroep, Barge Terminal in Born, de luchthaven. Dus er is een breed draagvlak voor dit project. We kunnen dat zeker als Medtronic niet alleen en we hebben ook die ambitie niet. Dus we zullen die samenwerking moeten zoeken. We zullen naar de onderwijsinstellingen moeten gaan en duidelijk maken wat onze behoefte is. En de onderwijsinstellingen vragen om samen met ons die behoefte in te vullen. Anderzijds zullen we ook de samenwerking in de regio met andere bedrijven, met andere soortgelijke bedrijven moeten gaan zoeken. Zodat je gezamenlijk daar die oplossing gaat bieden en vanuit het collectief zeg maar een antwoord gaat vinden op die uitdagingen die er gaan liggen richting de toekomst.